Berge, goedemiddag. Meneer Sijsens, de wolven maken zich niet populair met zoveel aanvallen op schapen op zo'n korte tijd. Ja, dat is waar ik verleden jaar eigenlijk voor verwittigd heb. Ik denk dat het januari verleden jaar was toen de wolf hier zijn intrede maakte. En daar waren heel veel mensen toen gelukkig om. Die zeiden van kijk, fijn dat die wolf terug naar onze natuur komt. Ik heb toen gezegd dat als we dat draagvlak voor die wolf willen behouden, moeten we ervoor zorgen dat we schade kunnen vermijden in de toekomst. En als er schade is, dat die vergoed wordt. Minister Schouwvliegen heeft daar toen onmiddellijk werk van gemaakt voor het schadevergoedingssysteem. Dus vandaag worden inderdaad die gedode dieren vergoed. Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat er elke dag of elke nacht schapen gedood worden en dat het gewoon een eindeloze waslijst wordt van schadevergoedingen. Want dit haalt het draagvlak voor de wolf onderuit. Dat moet heel duidelijk zijn. Dit is een regio echt op de grens tussen Oudsbergen en Peren. In dit gebied hebben we nu al heel veel wolvenkills gehad. Dus de schapenhouders in die regio daar maken zich heel erg ongerust. En vandaar ook dat wij ook aan de alarmbel trekken. Ja, jullie vragen subsidies voor beschermingsmaatregelen tegen de wolven. Ja, inderdaad. En ik denk dat we ook nog eens moeten nadenken over andere beschermingsmaatregelen. Maar het is inderdaad heel belangrijk. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die een probleem hebben met een wolf die in het wild leeft, die zich te goed doet aan het wild. En ik denk dat als er dan occasioneel of per ongeluk ook daar eens een schaap tussen zit, dat daar wel begrip voor is. Maar nu ziet het er naar uit dat die wolf zich helemaal begint te voeden met schapen. Mensen zeggen ook, wij horen dat eind april dat de tijd is dat er jongen kunnen komen. Dan gaat er nog meer honger zijn. Wat gaat dat met zich meebrengen? Die wolf gaat achter geen ree meer nalopen, want dat schaap is een gemakkelijk prooi. Dus die weides moeten beschermen, maar dat is helemaal niet zo eenvoudig. Want schapenweides, dat zijn dikwijls grote weides. Ook voor schrikdraad moet men een apart apparaat hebben voor die elektriciteit op die draad kunnen te zetten. Dus dat is eigenlijk allemaal niet zo evident. En wij vinden dan ook, als wij de wolf belangrijk vinden hier in de regio, dat die mensen die daardoor gedupeerd worden, dat we die niet in de kou kunnen laten staan, maar dat we die moeten helpen. Ja, die wolvenexperts hameren eigenlijk al op sinds de komst van de wolven dat er inderdaad dat die schapenweides moeten worden afgezet met schrikdraad. Dat is tot dusver nog niet gebeurd. Ja, ligt dan daar niet de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van die weide zelf? Wel, dat is gemakkelijk gezegd. Het is helemaal niet zo gemakkelijk om zo'n weide te omheinen. Dat kun je niet vergelijken met een kippenren die je beveiligt voor de vos. Het gaat dikwijls over heel grote weides. Ik wil er trouwens ook op wijzen dat wij in het verleden ook al initiatieven gepakt hebben om met grote kuddes onze natuur verder gaan te begrazen met schapen. Dat gaat dikwijls over grotere kuddes. Dat is allemaal zo eenvoudig niet om dat dan gaan uit te rasteren. Daar zijn ook financiële middelen voor nodig. En daar vinden wij dat men die eigenaars ook moet ondersteunen. En ook op een praktische manier, gelijk we nu aan de Agentschap Natuur en Bos gevraagd hebben om op sommige plaatsen al onmiddellijk in te grijpen. Ja, nou, mensen van Natuur en Bos gaan nu rond dus doen bij schapeneigenaars om schapenhouders in te lichten. Ligt daar ook niet een taak weggelegd voor de gemeente zelf? Wel, ik denk dat wij als gemeentes daar niet alleen de taak hebben. We hebben daar een coördinerende rol op ons gepakt. We hebben gezegd van kijk, als er schade is, meld dat bij de gemeentes. Wij gaan onmiddellijk contact oppakken met de Agentschap Natuur en Bos. Ik denk dat de Agentschap Natuur en Bos hier de verantwoordelijkheid heeft om daarmee zorg voor te dragen dat er geen schade is. En ook moet nadenken over andere technieken. Ik begrijp dat op dit moment in Duitsland geëxperimenteerd wordt met een halsband die men de schapen laat dragen. Als dat schaap echt in paniek is, zendt die halsband een ultrason hooggeluid uit waar die wolf bang van is. Dus niet alle schapen hoeven zo'n halsband om, maar één in een kudde zou bijvoorbeeld voldoende kunnen zijn. Ik begrijp nu dat de Dimbo zegt, ja, we zijn niet 100% zeker dat het werkt, dus we gaan dat niet doen. Ik denk dat we dat precies wel moeten proberen. Ik denk dat we alle mogelijke middelen die er vandaag zijn, dat we die moeten proberen in te zetten om dit een halt toe te roepen. Ja, tot slot. De eigenaars van doodgebeten schapen hebben wel degelijk recht op een schadevergoeding. Er zijn nu zo'n 40 dieren doodgebeten. Hoeveel eigenaars hebben al een schadevergoeding gekregen? Dat kan ik zo van buiten niet zeggen. We hebben er wel op aangedrongen dat het Agentschap Natuur en Bos de mensen daar ook mee ondersteunt met die administratieve romslomp, dat zij dat niet zelf hoeven te doen. Het Agentschap Natuur en Bos komt dat bij hun ook ter plaatse doen. Oké, Lode Sijsens, burgemeester van Oudsbergen. Bedankt alvast voor uw komst naar onze studio. Graag gedaan.